Bent u toevallig op zoek naar een goedkoop tweedehands wagentje? Wacht dan niet en kom naar gekke Harry's Wagenimperium. Dat is nog eens geluk hebben. Ik heb de grootste selectie wagens aan deze kant van de Grand Canyon. Goed, wat dacht je ervan? Wacht. Ik weet al wat u zoekt. Moet u dit ultramoderne pakje eens zien? Dat is wel een blitse slee. Maar waar span je de ossen aan? Nergens. Deze is helemaal elektrisch. Elektrisch? Yep, ga maar zitten, knul. Voelt goed of niet dan? Hé, dit is een betere werk. En hij kost je maar 100.000. 100.000? Dat is wel prijzig voor een filmpje dat zich in de 19e eeuw afspeelt. Weet je wat? Omdat ik je mag, heb ik een deeltje voor je. Wat dacht je van 999.999? Dat is nog steeds meer dan ik wil uitgeven. Oh, ik snap het al. Het vrouwtje moet het goed vinden. Dus die heeft thuis de broek aan, hè? Ho, nee! Ik heb de broek aan. Hier is mijn poen. Het was fijn zaken doen. Hé, hoe start je dit rare ding eigenlijk? Nou, niet. Elektriciteit is nog niet uitgevonden. Oh, geef me mijn geld terug, schavuit. Sorry, maar zaken zijn zaken. Oh. Wat een stufkop. Oregon 3000 kilometer. Kappen met die ongein. Als ik geen wagen kan krijgen, dan neem ik wel een rijdier. Oh, wat vrij? Sneller, Frank! Ah! Is het nog ver? We zijn weer terug waar we begonnen, Voldemort! Jij bent het allerslechtste paard dat er bestaat! Oh, alsof jij een beter paard zou zijn! Dat dacht ik dus wel! Geef me dat zadel! Hier! Nou, stap op! Hotzik! Ja! Ja! Huppa! Hotzik! Oregon 40 kilometer. Oh nee, Knul. Er schiet me nu iets te binnen. Ik heb de oven nog aanstaan. We moeten weer terug. Weer terug? Zit je oren in de knoop, konijn? Het is toch maar 40 kilometer. Veiligheid voor alles. Ja. Oké, Knul. We kunnen weer gaan.